Het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur streef daarna om per 1 november officieel de scholen in het binnenland op te starten. Minister Henry Orry liet gisteren op een regeringspersconferentie weten dat de leerkrachten gereed gemaakt worden om te vertrekken naar hun standplaats in het binnenland. Het ministerie is deze dagen bezig de vervoerders te betalen. Belangrijk is dat de leerkrachten hebben aangegeven dat ze niet direct ready zijn om te gaan, want ze moeten inkopen doen. Die mannen hebben gezegd dat ze zijn skeer, omdat hun salaris in de loop van de maand oktober gebruikt is om natuurlijk ook te eten en te leven. En dat ze het op prijs stellen om toch hun salaris van deze maand oktober te ontvangen om de inkopen te doen in de week. En dan hebben we nu afspraken om dus ze klaar te maken voor 1 november. Met ze afgesproken dat een inhaalprogramma komt er. En hoe ze de achterstanden van de afgelopen maand kunnen inhalen. Orry benadrukt dat de leerkrachten en scholen actief bezig zijn met het verzamelen van lesmaterialen om de school gereed te maken. Hij meldt ook dat er mogelijkheden zijn voor leermiddelen in een box, waaronder krijt en andere benodigdheden. Orry wijst erop dat niet alleen leerkrachten worden vervoerd naar hun standplaats, maar ook de kinderen. En om een idee te geven, in elk geval 415 leerkrachten moeten terug naar de scholen en 410 kinderen gaan ook mee. Dus het is goed dat u die verhoudingen ziet. Wij moeten vervoeren de moeders, maar ook de kinderen. En onderschat u die operatie niet. Ik zeg het nogmaals, 415 leerkrachten, 410 kinderen gaan dus de komende week, het zij via vliegtuig, het zij via boten en dus bussen. We hebben problemen met boten omdat de waterstand is erg laag. Dus dat wordt nog een stukje puzzelen. Inderdaad, maken leerkrachten hebben kenbaar gemaakt aan ons dat ze zich zorgen maken. Omdat lage waterstand betekent ook niet de beschikbaar hebben over drinkwater. Orry zegt dat er wordt gekeken naar een oplossing.